Goedemorgen, beste genodigden. Welkom, mevrouw de minister Hilde Krevits. Welkom, meneer Pieter de Krem, burgemeester van Aalter en de afgevaardigden van het Schepencollege van Aalter. Mevrouw Carina van Kouter, gouverneur van Oost-Vlaanderen. Mark Andries van Agentschap Innoveren en Ondernemen. En onze partners, VOCA, Brularta Media Groep, Agentschap van Innoveren en Ondernemen, ING, Radio 2 en 1. We mogen weer. Ik ben Inge Klaarout, trotse directeur van VOCA Open Bedrijvendag sinds 1 maand. En trots omdat ik het startschot mag geven van heel veel ondernemerschap in Vlaanderen onder het motto samen ondernemen, samen groeien. Maar eerst dank u wel aan mijn voorhangster Cynthia Coulier, die deze 31ste editie van VOCA Open Bedrijvendag nog heeft vormgegeven. Na de noodgedwongen virtuele editie in 2020, die trouwens heel geslaagd was, heeft het team alles op alles gezet om toch weer het fysieke event op poten te zetten, naast een virtuele variant, weliswaar. Want we willen live ontdekken, voelen, ruiken, proeven. Het team is erin geslaagd om terug interessante en unieke bedrijven uit verschillende sectoren aan te trekken. Maar dank u wel aan de deelnemende bedrijven. Ik wil ze echt de durvers noemen. Die staan te popelen om straks om 10 uur hun deuren te openen voor het grote publiek. Eindelijk weer de kans om hun ondernemerschap te tonen aan de Vlaming. Om hun medewerkers te bedanken voor hun veerkracht tijdens de afgelopen, toch wel zware periode. En niet onbelangrijk, het is het uitgelezen moment om de werknemer van morgen hun bedrijf op een anonieme en vrijblijvende manier te laten ontdekken. Want the war on talent is going on. Dank u wel aan Friesland Campina voor deze sympathieke, feestelijke ontvangst. En proficiat met jullie 150 jaar. Uit goede bron weet ik dat ze al sinds vrijdag aan het feesten zijn. En als kers op de taart kondigt Friesland Campina ook een nieuw duurzaamheidsinitiatief aan. Maar hiervoor geef ik graag het woord aan Jeroen van den Broek, Managing Director van Friesland Campina, België en Frankrijk. Alsjeblieft. Goedemorgen iedereen. Welkom bij Friesland Campina in Aalter. Mijn naam is Jeroen van den Broek. Ik ben de Managing Director van Friesland Campina in België. En ik ben verheugd dat wij de opening mogen vieren van de 31ste VOCA Open Bedrijvendag. Ik denk dat jullie Friesland Campina in België zeker kennen van onze merken CCML, Fristi, Campina, Joyval en Nutoma. Maar misschien wisten jullie niet dat eigenlijk Aalter, naast belangrijk voor België, ook enorm belangrijk is voor heel Europa in Friesland Campina. Dit is onze Europese draaischijf voor langhoudbare melkdranken. Dat wil zeggen dat hier op dagdagelijkse basis 1,5 miljoen liter melk verwerkt wordt. Er zijn nog redenen om te feesten, zoals Inge zei. We zitten namelijk met 2-jarigen. Ten eerste Friesland Campina. Wij zijn 150 jaar. Dus in 1871 zijn een aantal melkveehouders beginnen samenwerken om hun melk te verwerken. 150 jaar later zijn we een van de grootste zuivelcoöperaties in de wereld. Maar nog steeds zijn dit familiale melkveebedrijven die samenwerken om consumenten gezonde en lekkere zuivelproducten te voorzien. In die jaren hebben wij ook erg ingezet op duurzaamheid. Als coöperatie hebben we daar een unieke positie, aangezien dat wij de hele keten kunnen impacteren. Van gras tot glas, zoals we een mooi woord zeggen. Dat start op die boerderij waar onze melkveehouders inzetten op duurzaamheid, voor biodiversiteit, klimaat, energie en dierenwelzijn. Ook verder doorheen de keten zetten wij in op duurzaamheid. Zo zijn onze melkveehouders, onze Belgische melkveehouders, zitten allemaal in een straal van 30 kilometer rond deze fabriek. Wederom die duurzaamheid op het vlak van transport, maar daandien ook op energie, op productie en op verpakking. In wezen is daarbij ons doel om eigenlijk een zo positief mogelijke impact te hebben op die boer,
op die samenleving en op die planeet. Om even terug te gaan naar Friesland Campina, wereldwijd hebben wij 24.000 werknemers in 40 landen. België is een belangrijk land voor Friesland Campina. Wij hebben naast Aalter ook productielocaties in Bornem, in Lummen en een zetel in Gent. Wij hebben ongeveer 1.200 werknemers in België, dus daar zijn we heel fier op om als land België belangrijk te zijn voor een multinational zoals Friesland Campina. Dan kom ik tot onze tweede jarige, Nutroma. Mevrouw Krevit zei mij net dat haar vader zijn favoriete koffiemelk Nutroma is. Dus Nutroma wordt 50 jaar. En om dat te vieren in zijn of haar 50ste levensjaar, zetten wij ook een stap op duurzaamheid voor Nutroma. Nutroma komt in een 100% gerecycleerde petfles. De eerste productie was laatste vrijdag. We zijn beginnen feesten op vrijdag met de eerste productie in die 100% gerecycleerde fles. En dus zijn wij heel fier als Friesland Campina dat we weer voorop lopen op het vlak van duurzaamheid. Papieren rietjes, duurzamere melkkartons en de eerste zuivelspeler in België met 100% gerecycleerde petflessen. Daar zijn wij enorm, enorm trots op. Vooraleer dat ik jullie allemaal de mogelijkheid geef om die nieuwe borreling, die nieuwe investering te gaan bekijken, geef ik het woord aan Hans Maartens, gedelegeerd bestuurder van VOCA. Mevrouw de minister, mevrouw de gouverneur, burgemeester, onze beste partners, Roularta, Xavier, Vlaio, Mark, ING, Radio 2, Radio 1, Friesland, Campina, Jeroen, alle toehoorders van harte welkom op deze uitgeregende zondagmorgen. Maar ondanks de regen en de wind kan dit onze vreugde en onze enthousiasme niet temperen. Want we zijn bijzonder blij met deze 31ste editie van de VOCA Open Bedrijvendag, om die opnieuw te kunnen laten plaatsvinden. En dit opnieuw fysiek. De 31ste editie zullen we ons blijvend herinneren. De eerste editie post-corona, maar ook een hybride editie. Want heel veel bedrijven stellen gelukkig maar opnieuw hun deuren fysiek open. Maar een aantal andere bedrijven zijn digitaal aanwezig. En binnen een aantal bedrijven, clusters, zijn ook heel wat jonge starters vandaag die tonen aan Vlaanderen wat ze in petto hebben. Fysiek beleven. Het is belangrijk dat de Vlaming weet van wat er in onze bedrijven gebeurt. Dat men dat ziet, dat men dat voelt, dat men dat luistert, dat men luistert. Een bedrijf moet je beleven. Het waren geen makkelijke tijden, ook niet voor VOCA Open Bedrijvendag. Het thema was samen ondernemen, of van VOCA is samen ondernemen, samen groeien. Soms was het wel eens samen roeien. Maar we zijn erdoor en we zijn heel blij om hier aanwezig te zijn. En ik wil bij deze, het was niet alleen VOCA Open Bedrijvendag en toch de evenementsector die moeilijke tijden gekend heeft. Maar vele tientallen, honderden, duizenden bedrijven in Vlaanderen die het door corona moeilijk gehad hebben. En bij deze wil ik heel expliciet de minister, de Vlaamse regering en Mark Andries en Vlaio danken voor de steun die er in Vlaanderen gekomen is en die onze bedrijven, onze KMO's gered heeft. En niet alleen de steun, maar ook de snelheid waarmee hier gehandeld is, mag meer dan ooit in de kijker gezet worden. We pleiten voor meer digitalisering van de overheid. Wel, ik denk dat Vlaio dit in het dossier van de coronasteun meer dan ooit getoond heeft. En als we zo snel uit de crisis aan het geraken zijn, en soms zeggen we nu, we zijn te snel aan uit de crisis aan te geraken, dit is dankzij de steun die er gegeven is vanuit de federale regering, maar zeker en vast ook vanuit de Vlaamse regering en Vlaio. Ik denk dat het op een regenachtige dag, op een dag als vandaag, meer dan een applaus verdient. Samen ondernemen, samen groeien. Als ik kijk naar de Open Bedrijvendag 2021,
twee thema's. Bedrijven tonen hoe duurzaam ze bezig zijn. En we zijn niet toevallig hier bij Friesland, Campina en Aalter. Ook zij zullen straks tonen welke investeringen ze doen in duurzaamheid. Laat mij een citaat van minister-president Jan Bon van morgen in de zondag van Roularta. In de zondag zegt de minister-president vandaag: het zijn de bedrijven en de kennisinstellingen die het klimaatprobleem zullen oplossen, niet de regeringen. Wel, ik denk dat we vandaag met FOCA Open Bedrijvendag gaan tonen dat de bedrijven klaar zijn en voluit klaar zijn om dit bedrijf, om die klimaatinspanning en die duurzame investeringen aan te pakken. En de tweede tendens die ik vandaag zie in Open Bedrijvendag is jobs, jobs, jobs. De krapte op de arbeidsmarkt. En eigenlijk zijn het vandaag geen FOCA Open Bedrijvendagen, maar FOCA Open Jobs dagen. En er moet een beleid ingezet worden van activeren, opleidingen, werkbaar werk en prikkelen. Dat is meer dan duidelijk, maar de minister zal ons daar misschien wel wat meer over inlichten. Maar ik wil eindigen met een citaat van de minister vandaag in het Nieuwsblad op zondag. En waarin ze zegt: gezien de krappe arbeidsmarkt wil ik werkgevers toch oproepen af en toe meer een open blik te houden. Ik citeer u, mevrouw de minister. Wel, die open blik hebt u vandaag. Dat is Open Bedrijvendag. Ik dank u. En ik geef nu graag het woord aan de burgemeester Pieter de Krem om kort de minister in te leiden. Dank u wel, dames en heren. Mevrouw de gouverneur, mevrouw de minister, collega's uit het college van burgemeester in Schepenen. Vertegenwoordigers, meneer de general manager van Campina. Goede vriend Mark, het is lang geleden dat we elkaar gezien hebben. Hartelijk welkom aan iedereen, hartelijk welkom. Wanneer je iedereen begint op te noemen in de zaal, dan ben je de hele tijd bezig. En ik heb een kort tijdsbestek. Het is vandaag een dag van feest. 150 jaar Campina. 1871 was een bijzonder belangrijk jaar. Campina werd gesticht. 1871 was ook het jaar van de Commune in Parijs. En de Commune in Parijs heeft het niet zo lang uitgehouden. En ze heeft het niet zo lang uitgehouden omdat er gebrek was, 1 aan hout, omdat het koud was. En 2 omdat er gebrek was aan iets anders. Weet u aan wat? Melk. Er was geen melk op Montmartre meer. De mensen konden niet meer zichzelf een goed voedsel toegeven. En de baby's gingen allemaal bijna ten onder aan melkgebrek. Dus melk is goed voor elk en het is al een hele lange tijd dat dit meegaat. Vandaag in Aalter, dank aan FOCA. En Campina om hier de Open Bedrijvendag mee te organiseren. Aalter is een ondernemende gemeente. Aalter stelt iedere dag 9000 mensen te werk in een 24-uurs economie. Wil dat verder ook bestendigen. En daarvoor zijn twee zaken heel belangrijk. Gemeentebestuur, daar gaan we niet te veel over hebben. Maar een gemeentebestuur dat ook een goede fiscale politiek voert naar bedrijven toe. En ik wil dat toch wel eventjes benadrukken. Aalter is een zona franca, een zone franche. Hier zijn geen bedrijfsbelastingen die worden betaald. Zou dat toch niet goed zijn wanneer we in een hypercompetitieve omgeving en veel concurrentie hebben van het buitenland om buitenlandse investeringen aan te trekken, dat er eigenlijk eens een deal zou komen tussen de overheden en de Vlaamse overheid, mevrouw de minister, om toch eens te kijken wat men met die verschrikkelijke belastingen van bedrijfsbelastingen doet. Ik zou er kunnen inkomen wanneer ze aangewend worden om investeringen te doen in infrastructuur en een aantal andere zaken. Maar als het is om ze terug te laten vloeien in een algemene pot en subsidies allerhande te gaan uitdelen, dan vind ik dat persoonlijk geen goede zaak. Dat staat nog niet in de krant, misschien dat er morgen in staat, ik weet het niet. Ten slotte, vandaag 150 jaar. Volgend jaar, dit is een jong bedrijf hier in Aalter, jonge vestiging, hè? Volgend jaar 60 jaar. 1962. Campina Melkunie was eigenlijk was de eerste vestiging hier, 1962. Oedlem, Zomergem, Maldegem. De melkerij in Sainte-Marie. En dat was in glazen flessen. En daar stond nog iets op. Reims et moi, dat was de eerste Franse les voor veel mensen hier. Reims et moi, CVP stond erop. Reims et moi, SVP, spoel mij uit alstublieft. Dat doen we nu niet meer. Campina is een leidend bedrijf hier in de regio. Het is een zichtbaar bedrijf. Niet in het minste door de mooie icoon die daar geschilderd is. En ik tik met melk op een jarenlange samenwerking en Aalter en Campina is één onbreekbare liquide eenheid.
Veel succes voor u en bedankt mevrouw de minister en mevrouw de gouverneur dat u hier was. Dank u. Goedemorgen, dames en heren, in al uw hoedanigheden. Iedereen is al uitbundig verwelkomd, zeker ook door Pieter. Maar ik ben ook op mijn beurt bijzonder gelukkig om een open bedrijvendag echt te mogen inluiden. Vorig jaar was virtueel. Bedankt, Foka, om dat zo te organiseren vorig jaar. Nu is het gemengd, maar het weerzien van mensen geeft mij een knuffeldrang die ik dacht niet in mijn... in mijn talentrijke groep capaciteiten te hebben. Het is raar, maar ik pak mensen rapper vast dan 2 jaar geleden. En dat is een hele vreemde vaststelling, vind ik zelf. Enfin, ik ben hier niet om over mezelf te spreken, maar wel om over die schitterende Open Bedrijvendag. Een paar redenen, dames en heren, waarom ik deze Open Bedrijvendag zo belangrijk vind. De eerste reden zit dan in een toespraak die ik een paar dagen geleden hoorde en waar iemand die eloquent spreker is trouwens, zei... het buitenland, in Nederland zijn ze zo goed, in Duitsland zijn ze zo goed, overal zijn ze zo goed. En de indruk gaf dat wij maar sukkelaars zijn. Terwijl, beste mensen, als je kijkt naar, zoals Hansen noemt, de kampioenen in Vlaanderen, het is onwaarschijnlijk wat wij in Vlaanderen aan kapitaal van sterke bedrijven hebben. En ik ga het heel praktisch maken. Als je kijkt naar... ik denk dat iedereen hier een smartphone in zijn handen heeft. In elke smartphone wereldwijd zit technologie van iMac. Kunt u zich dat voorstellen? En waarom, beste mensen, zijn we als gezamenlijke inwoners van Vlaanderen niet trotser op wat we hebben? Wel, daarvoor... is die Open Bedrijvendag zo nodig om te tonen wat wij als Vlaanderen allemaal kunnen en hoe we een referentie zijn voor het buitenland, terwijl we hier misschien iets te veel geen zand in eigen land zijn. Tweede reden, ik wil een hart onder de riem zijn voor onze ondernemers. Het is al gezegd door de voorgaande sprekers, corona heeft er zwaar ingehakt. Voor sommigen hele, hele grote problemen opgeleverd, voor anderen wat minder. En ik ben ongelooflijk dankbaar voor de woorden van dank die Hans daarnet had voor de reden waarop we met Vlaanderen geschakeld zijn. Maar het was soms niet evident, ook niet als de vrijdagavondse telefoontjes kwamen van zou je niet nog dit of dat georganiseerd kunnen krijgen. Maar de manier waarop je dat altijd aanpakte in alle rust, nooit echt zenuwachtig wordend over wat er gevraagd werd, vind ik ongelooflijk. En toont ook aan dat als je civil servant bent bij de Vlaamse overheid, dat je in de eerste plaats ook zelf ondernemer moet zijn. Dat doet mij verschrikkelijk veel plezier en heeft mij ook de kans om jou persoonlijk te bedanken. Dikke merci. Beste mensen. Beste mensen, de derde reden waarom die Open Bedrijvendag zo belangrijk is, is dat we mensen willen stimuleren om zelf te ondernemen. We hebben een enquête gedaan, die staat vandaag niet in het nieuwsblad op zondag, maar we hebben een enquête gedaan bij Vlamingen en u zult het niet geloven, maar meer dan 4 op 10 van de Vlamingen vindt zichzelf niet geschikt om te ondernemen. Vindt dat ze belangrijke eigenschappen missen om dat te doen. Ik vind dat eigenlijk ongelooflijk. En het is bij deze ook een oproep ook aan ons onderwijs om daar aandacht aan te besteden. Ondernemerschapskwaliteiten betekent dat je creatief bent, dat je durft bepaalde paden te verlaten. U zei het daarnet in uw speech, als er crisissen zijn, dan moet je zoeken hoe je nieuwe dingen uitvindt. Als alles duurzamer moet, moet je zoeken hoe je bedrijf daar een pioniersrol kan inspelen. En we willen met de Vlaamse overheid niet alleen straks een jobbonus invullen, beste Hans, ik weet dat u daar een grote fan van bent, en wij ook dus, voor werknemers, maar er komt straks ook een jobbonus voor zelfstandigen. Dat betekent dat we diegenen die de sprong maken naar het zelfstandig ondernemerschap een duwtje in de rug willen geven, een opstart of een start. Bonus, zoals het heet, om de extra kosten die je hebt als je als ondernemer start, om daar ook een stukje soelaas aan te bieden. Zeer, zeer noodzakelijk, denk ik. Maar even noodzakelijk is het aanleren al van als je heel klein bent van die ondernemerschapscompetenties. Mijn dochter bijvoorbeeld, die zat aan de universiteit en heeft als keuzevak
ondernemerschap gekozen. Maar dus die had in haar hele carrière van 3 jaar tot haar universitaire studies nooit het ondernemerschap as such als kwaliteit horen beschrijven in het onderwijs. Zijn toch zaken waar we aandachtig moeten voorzien. Vierde reden, misschien wel de belangrijkste vandaag, want het is daarnet gezegd, het is eigenlijk één grote jobbeurs hier, die Open Bedrijvendag, is dus het feit dat ik hoop dat deze dag vandaag heel veel mensen zal inspireren om de sprong te zetten naar werk. 28% van de bevolking op beroepsleeftijd in Vlaanderen werkt niet en heeft geen uitkering. 28%. Ik hoor dan pleiten van ja, we moeten kijken naar het buitenland, maar we moeten ook kijken naar hier, naar Vlaanderen, om mensen die de sprong nog niet gemaakt hebben, om die te overtuigen om de stap naar de arbeidsmarkt te zetten. En in dat kader, beste Hans, moet je mijn oproep vandaag in het nieuwsblad lezen. De titel vond ik wat ongeschikter dan de rest van het artikel, maar het was... heeft misschien ook te maken... Enfin, ik ga niks zeggen, maar wie het... Ik kan het ook in de zondag kunnen geplaatst hebben. Nee, voilà, het is dat ik wilde zeggen. Ja, voilà. Maar als je ziet dat vandaag werkgevers 7 tot 8 vaardigheden vragen als een sollicitatie, als een bericht, een vacaturebericht plaatsen, en dat 9 op de 10 daar de kennis van het Nederlands nog op 1 zet, dan vind ik dit eigenlijk een beetje spijtig. Omdat wij heel veel begeleiding ook vanuit de overheid aanbieden aan bedrijven om het Nederlands te leren op de werkvloer. En laat dit een oproep zijn om op de werkvloer ook effectief veel mensen die misschien uit totaal andere sectoren komen op te leiden. VDAB staat daar trouwens ook voor paraat om dat te doen. En zo komen we, beste mensen, bij dit schitterende bedrijf, Friesland Campina. Dubbele verjaardag, zoals gemeld werd. 150 jaar, waarin jullie zorgen voor lekkere en gezonde melk. En u moet eens nadenken over mijn bevoegdheden als minister. Ik ben bevoegd voor innovatie, voor economie, voor wetenschapsbeleid en ja, ook voor onze boeren. En het is dus mooi om dan in een bedrijf te komen dat de hele keten, ook de keten van mijn bevoegdheden, kan omvatten. Jullie zorgen voor lekker en gezonde melk. Ik heb vanmorgen uiteraard, dat was mijn persoonlijke touch, mijn papa verwittigd dat ik naar Nutroma kwam en dat zijn flesje hoogstwaarschijnlijk zou veranderen. Het zal een hele grote aanpassing zijn. Maar ik heb ook een foto genomen van jullie prachtige koe en naar mijn kleindochter doorgestuurd, die haar melkje aan het drinken was, haar melkje van de ochtend, en die heel erg geschrokken was blijkbaar dat er zo grote koeien bestaan. Om maar te zeggen dat mijn bezoek aan jullie bedrijf ook in ons gezin niet ongemerkt voorbij gaat. U hebt het terecht gezegd, de toekomst is duurzaam en circulair. De minister-president heeft het ook terecht gezegd, als we doorbraken willen realiseren in duurzaamheid, zal het met de bedrijven moeten zijn, zal het dankzij al wie bedrijfsactief is zijn en zal het niet zijn omdat de overheid allerhande zaken declameert van bovenaf. Ik wil jullie allen van harte feliciteren, ook de andere hier aanwezige bedrijven, en danken dat jullie de deuren wijd openzetten vandaag. Het regent, dat is dus een garantie op veel bezoekers. Zorg misschien dat Parijs-Roubaix ook ergens te zien is, op een klein scherpje, om nog meer mensen aan te trekken. Maar ik ben ervan overtuigd dat we vanavond zullen terugkijken op een schitterende editie, waarin hopelijk jullie ook allemaal zeer blij zijn, niet alleen met het aantal bezoekers, maar vooral ook met de interesse van mensen in datgene wat jullie doen. Dankjewel en veel succes. Te veel voor 10 seconden? Schrijf je nu in voor de VOCA Open Bedrijvendag van 3 oktober en ontdek honderden bedrijven die hun deuren voor je openen. In samenwerking met het agentschap Innoveren en Ondernemen, Trends, De Zondag, Radio 2 en 1. Welkom bij alweer de 31ste editie van VOCA Open Bedrijvendag. Dat is, we gaan daar niet flauw over doen, het jaarlijkse feest van het ondernemerschap in Vlaanderen. Eindelijk kunnen en mogen bedrijven weer de deuren openzetten voor jou. Je krijgt de kans om binnen te kijken bij je favoriete bedrijven. Maar welke bedrijven doen er nu mee? Wel, ga een kijkje nemen op openbedrijvendag.be. Bezoeken kan nog. Je denkt misschien ik ben veel te laat. Nee, natuurlijk niet. Je kan nog bezoeken, maar dan moet je wel reserveren en er zijn nog plaatsen vrij. Tot het laatste moment kan je tickets aan de kant laten leggen. Neem dus zeker een kijkje op openbedrijvendag.be.
En sinds vorig jaar kan je niet alleen op de eerste zondag van oktober binnenkijken bij bedrijven fysiek, maar ook het hele jaar door eigenlijk bedrijven virtueel bezoeken. En VOCA Open Bedrijvendag is niet zomaar een doorsnee open deurdag. Nee, het is een dag voor jong en oud. Een beetje zoals een gezelschapsspel van 7 tot 77. Je leert bij, je wordt verrast en je ontdekt wat er zich allemaal afspeelt achter de deuren van een bedrijf. Ja, misschien wel dat bedrijf bij jou om de hoek. Deze 31ste editie van VOCA Open Bedrijvendag is de eerste editie voor de nieuwe directeur Inge Klaarhout. Dag Inge. Dag Xavier. Hallo. Als kersvers directeur ken jij de missie van VOCA Open Bedrijvendag natuurlijk helemaal van buiten. Zeer zeker. De missie van VOCA Open Bedrijvendag is het ondernemerschap in Vlaanderen tonen aan het grote publiek. En sinds vorig jaar doen we dat niet enkel op de eerste zondag van oktober, want via ons platform openbedrijvendagvirtueel.be kan je vanaf nu 365 dagen per jaar, 24 uur op 24 uur, bedrijven virtueel bezoeken. Ja, niet vergeten te gaan slapen af en toe natuurlijk, als je daar een hele dag op zit. Maar hoe doe ik dat nu, virtueel bezoeken? Dat kan via 360 Virtual Tours. Je kan dan ruimtes bezoeken en rondkijken. En bovendien krijg je telkens ook extra informatie, kan je foto's en video's bekijken. En we hebben gemerkt dat mensen ook thuis, vanuit hun luie zetel, graag binnenkijken bij bedrijven om het verhaal te ontdekken. En vorig jaar brachten maar liefst meer dan 1 miljoen mensen doorheen het jaar een virtueel bezoek aan één of meerdere bedrijven. Het is een uitgelezen kans uiteraard voor bedrijven die omwille van praktische redenen niet kunnen deelnemen aan het fysiek evenement, om via virtuele rondleidingen te laten zien wat ze in hun mars hebben. En op die manier zijn we geëvolueerd van het grootste eendags evenement in Vlaanderen naar een beleving die 365 dagen per jaar beschikbaar is. Inge, jij bent de nieuwe directeur van VOCA Open Bedrijvendag, maar dat doe je natuurlijk niet alleen. Je hebt een heel team dat je vooruit stuurt. Ik kan me voorstellen dat je misschien wat mensen wilt bedanken. Inderdaad. En thanks to my team, vooral de afgelopen maanden. Maar ook een grote dankjewel aan onze trouwe bezoekers die talrijk afgekomen zijn naar het fysieke evenement. Maar ook de deelnemende ondernemers verdienen een pluim. Ik durf ze echt de durvers noemen, die na een jaar in een moeilijke periode hun deuren willen openstellen voor het grote publiek. En tenslotte zou VOCA Open Bedrijvendag niet mogelijk zijn zonder partners. Mm-hmm. En dat zijn er wel wat? Inderdaad, dat is Larta Mediagroep, VOCA, het agentschap Innoveren en Ondernemen, ING, Radio 2 en 1. 10 op 10 voor je eerste keer, Inge. Dank je wel. Dank je wel. We nemen vandaag een exclusieve kijk achter de schermen bij 8 Vlaamse bedrijven over heel Vlaanderen en in verschillende sectoren. Friesland Campina in Aalter, ArcelorMittal in Zelzaten, Natuursoep in Arendonk, Atlas Copco in Wilrijk, het Vlaams Luchtvaartopleidingscentrum in Oostende, Carin Hair Cosmetics in Middelkerken, Radio Maria in Leuven en Carré Care in Overpelt. En we vliegen er meteen in, want heb je altijd willen weten hoe de melk van bij de boer tot in je koelkast komt, zeg maar van gras tot glas? Dat komen we nu te weten bij Friesland Campina. Bekend van natuurlijk Campina, maar ook Joyval, CCML, Fristi, Nutroma en de lijst is bijna eindeloos. Het is ook niet zomaar een jaar voor Friesland Campina 2021, nee, ze bestaan 150 jaar. En wij mogen binnenkijken. Hallo, welkom bij Friesland Campina. Ik ben Jeroen van den Broek. Bij Friesland Campina zitten we al jaren sterk in op duurzaamheid. En door onze unieke positie als coöperatie kunnen we inzetten op duurzaamheid overeen de hele keten, van gras tot glas. We starten daarbij op de boerderij, waar onze melkveehouders zich dag in dag uit inzetten op duurzaamheid op het vlak van dierenwelzijn, klimaat en energie en biodiversiteit. Verder in de keten zetten onze medewerkers zich in op duurzaamheid op het vlak van productie, transport, productsamenstelling en verpakking. En als Friesland Campina hebben we dus als doel om zo op een optimaal mogelijke manier ons in te zetten voor de boer
de samenleving en de planeet. En dit met voedzame zuivelproducten van de hoogste kwaliteit, die lokaal en zo duurzaam mogelijk geproduceerd worden. En in België vind je die voedzame en lekkere zuivelproducten onder de merken van Campina, Joyval, Sesimel, Fristi en Nutropa. Komen jullie mee met mij voor een blik achter de schermen bij Friesland Campina in Aalten. Als coöperatie werken onze melkveehouders en medewerkers nauw samen aan elke schakel in de keten van gras tot gras. En dat is best uniek. Zowel op de boerderij als in onze productielocaties stellen we de hoogste kwaliteitseisen. Wist je dat we voor de melk van Joyval zelfs een extra AA-kwaliteitslabel hebben? Ik ben Leen en werk in het labo als QC-coördinator. Samen met mijn collega's sta ik in voor de dagelijkse controles. De melk wordt opgehaald bij onze melkveehouders. Van zodra de melk hier in het bedrijf wordt aangeleverd, controleren wij op de kwaliteit. Zo zijn we zeker dat de melk van bij de start van uitstekende kwaliteit is. Ook verder in het productieproces controleren wij op verschillende parameters. En dit tot de melk bij de klant terechtkomt. Nadat de melk de eerste kwaliteitscontroles en nodige bereidingsstappen heeft ondergaan, wordt ze in verschillende verpakkingen afgevuld of in diverse recepturen verwerkt. Daarbij optimaliseren we ook voortdurend, zodat zowel het proces als de verpakking zo ecologisch mogelijk zijn. Hallo, ik ben Bart. Ik werk ruim 20 jaar voor Friesland Campina. Gedurende die periode heb ik gemerkt dat Friesland Campina steeds een voortrekkersrol blijft spelen op vlak van duurzaamheid. Bij de ontwikkeling van nieuwe producten, nieuwe materialen en nieuwe technologieën staat steeds duurzaamheid voorop. Ook voor onze melkkartons kozen we voor duurzamere varianten. Zo zit onze Campina weidemelk in een brik die voor 85% uit hernieuwbare materialen bestaat en zo direct bijdraagt aan een vermindering van de CO2-voetafdruk. Wist je trouwens dat Campina melk komt van koeien die minstens 120 dagen per jaar en minimaal 6 uur per dag in de wei grazen? We introduceerden als eerste zuivelproducent papieren rietjes voor al onze portieverpakkingen. Hierdoor worden in een jaar tijd maar liefst 142 miljoen plastic rietjes op Europees niveau vervangen door een duurzamere papieren variant. Ik ben Susanna, ik ben 2 jaar operator hier bij Friesland Campina. Ik word dagelijks betrokken bij nieuwe dingen en krijg hiervoor ook de nodige opleiding. Zo werd er onlangs een nieuwe draaidop geïntroduceerd. Dit is de windkap. En dit voor het gebruiksgemak van de consument en ook tegen het zwerfvuil. Op onze productielijn hebben wij ook een verbeteringsteam. Daarin zitten onder andere operatoren, techniekers en leidinggevenden. Dit zorgt voor een betere communicatie en ook de juiste begeleiding voor verbetering. En onze inspanningen gaan verder. We zijn ook bijzonder trots de eerste zuivelspeler in België te zijn die kiest voor 100% gerecycleerde PET. Zo besparen we voor onze productielocatie in Aalter jaarlijks maar liefst 1,9 miljoen nieuw plastic. Sesimel mocht de spits afbijten, maar is lang niet het enige merk in ons portfolio dat deze duurzamere overstap maakt. Na 50 jaar vervangen we ook de glazen fles van Nutroma koffiemelk door een gerecycleerde PET-verpakking. Tegen 2050 willen we volledig klimaatneutraal zijn. We gaan deze uitdaging aan door de keuze voor duurzamere verpakkingen, maar ook onze productielocaties zelf doen heel veel inspanningen op het vlak van energie- en waterverbruik. Jaarlijks kunnen we zo'n 450.000 kubieke meter water intern hergebruiken. Goed om 183 Olympische zwembaden te vullen. En omdat we sterk geloven in meten is weten, hebben we meer dan 250 sensoren die het energie- en waterverbruik continu meten.
Ook dit draagt bij aan een duurzamere productie. Hey, ik ben Alexander. Ik ben maintenance supervisor hier in de fabriek, meer bepaald in de automatiseringsafdeling. Samen met de multidisciplinair team werken we aan energieverbruiken. Hiervoor hebben we onlangs een warmtekrachtkoppeling installatie neergezet, kortweg WKK. Met deze WKK produceren we elektriciteit. Dit gebeurt via een verbrandingsproces waardoor er ook warmte ontstaat. Deze warmte kunnen wij heel goed benutten. Met deze warmte verwarmen wij water tot 90 graden en gaan wij die dan verdelen naar verschillende verbruikers in onze fabriek. Naast onze productieprocessen zijn ook de logistieke stromen een mooi staaltje high-tech. In ons volledig geautomatiseerde hoogbouwmagazijn zorgen robots ervoor dat alle afgewerkte producten een plaats krijgen en zetten ze ook de orders voor onze klanten klaar. Ik ben Bjorn, ik werk 17 jaar in Friesland Campina. Gestart als interim kracht in de oude gasafdeling. Door interne opleiding nu mijn job als OP-coördinator, wat wil zeggen verantwoordelijk voor de mensen op de werkvloer. Controle voor producten van in en out, zorgen dat ze dagelijks tijdig naar de klanten worden geleverd. Het is een grote uitdaging om dagelijks te werken in een hoog technologisch automatisch magazijn. Ons duurzaam beleid is werkelijk volledig verankerd in onze manier van werken. We zetten dus ook sterk in op een duurzame loopbaan met werkzekerheid, maar ook ontwikkel- en doorgroeimogelijkheden in een internationale, hoogtechnologische en future-proof omgeving. Samen stippelen we de juiste loopbaan uit en voorzien we ook de nodige opleidingen waarbij we gebruik maken van de meest recente technologieën. Ik ben Michiel. Ik ben doorgegroeid van operator naar opleidingscoördinator. Wij zoeken continu naar nieuwe, boeiende leermethodes. Zo hebben we onlangs deze escape room ontwikkeld, maar ook een game en een onboardingsapp om bij onze medewerkers de nodige kennis toe te passen. Ik kan dagelijks in mijn job mijn passie voor films en gamen toepassen. En natuurlijk is het ook een troef om te kunnen werken met onze lekkere producten en gekende merken. Dit is nog altijd VOCA Open Bedrijvendag. En bedrijven die hebben vele redenen om deel te nemen aan VOCA Open Bedrijvendag. Misschien omdat ze een verjaardag te vieren hebben of om iets uit hun werking in de kijker te zetten. Zoals duurzaamheid, hè? Dat zagen we net bij Friesland Campina. Voor onze volgende blik achter de schermen trekken we naar Zelzaten, naar ArcelorMittal. Ook daar is duurzaamheid een bijzonder belangrijk thema. Er zijn de klassiekers, zoals de warmwalserij. Maar je komt deze editie van VOCA Open Bedrijvendag ook in contact met de groene kant van het bedrijf. En dat mag je letterlijk nemen. Zo maak je een boswandeling op de terreinen. Je passeert de werf van een van de vele windturbines die in opbouw zijn. En je bezoekt ook de Stilanol-installatie. Die is helemaal in opbouw. En binnenkort wordt daar bio-ethanol geproduceerd uit de hoogovengassen. Een primeur en een niet te missen kans voor jou. Dit is ArcelorMittal. Welkom bij ArcelorMittal Belgium op onze site hier in Gent. Ik ben Sam, ik ben een van de 200 IT-specialisten die instaan voor de optimalisatie en de automatisatie van al onze processen. En ik ben Sophie, ik ben stage- en thesiscoördinator op ons bedrijf. Ik doe ook de aanwerving van onze onderhoudsprofielen, zoals de elektriciëns, de mechaniciëns enzovoort. Hier op deze site produceren wij staalplaat, een product dat door onze klanten verder verwerkt wordt tot een heleboel zaken uit het dagelijkse leven. Denk maar aan jullie auto's, de badkuip, de koelkast, zelfs de blikjes frisdrank in die koelkast. Vandaag nemen wij jullie graag mee naar enkele onbekende en zelfs verrassende plekken op ons terrein. Dus kom maar mee. We starten onze rondleiding bij het iconische gebouw van het OCAS-centrum, opleidingscentrum voor de aanwending van staal.
Dit gebouw is ontworpen door de architect Philippe Samijn en doet ondertussen al 30 jaar dienst als onderzoekscentrum. Maar daarnaast doet het ook dienst als opleidingscentrum. In dit gebouw wordt continu onderzoek gedaan naar nieuwe innovatieve staalsoorten. Bijvoorbeeld dit stuk hoogsterktestaal is zowel lichter en toch sterker dan gewoon staal. Het wordt gebruikt in bijvoorbeeld vrachtwagens om deze lichter te maken en toch veilig te houden. En dit zorgt dan ook weer voor een lager brandstofverbruik. Onze opleidingen gaan zowel intern als extern door. Intern is dan voornamelijk in de afdeling zelf. Extern is dan voornamelijk hier in OOCAS, waar ons opleidingscentrum gevestigd is. Welke opleidingen gaan hier zoal door? Dat zijn onze technische opleiding, onze veiligheidsopleiding, onze informatica-opleiding, onze soft skills-opleidingen enzovoort. Voor onze opleidingen maken wij ook gebruik van high-tech technologieën, zoals deze virtual reality bril, waarmee dan nieuwkomers de installaties beter kunnen leren kennen. Pas op, hè, Sophie. Nu gaan we naar de fabriek, dus we hebben onze veiligheidskleding aangedaan. We staan hier op het dak van onze koudwasserij. Hier in Gent ligt het grootste zonnedak van België met meer dan 27.000 zonnepanelen. Op ons terrein staan er al 12 windmolens en binnenkort zijn dat er zelfs 16. Samen is dat 80 megawatt hernieuwbare energie. De geproduceerde groene stroom wordt volledig verbruikt door onze interne staalproductieprocessen, waardoor onze CO2-voetafdruk verkleint. Ondertussen staan we in de controlezaal van de Hoogoven, het eigenlijke hart van het bedrijf waar voor het eerst uit de grondstoffen vloeibaar staal wordt gemaakt. Sinds maart dit jaar is onze Hoogoven B volledig vernieuwd, wat een hele digitale stap vooruit was, want er zijn maar liefst 1100 nieuwe metingen geïnstalleerd, wat er meer zijn dan de Space Shuttle en die hier allemaal op de achtergrond opgevolgd worden op de schermen. Dankzij de nieuwe technologie kunnen we ook hout en plasticafval recycleren als grondstof voor ons proces. Bij ArcelorMittal produceren we niet alleen groen staal, we produceren dat ook in een groene omgeving. Ons terrein bestaat namelijk voor meer dan een derde uit bebost gebied, wat neerkomt op ongeveer 500 voetbalvelden. Het is zelfs zo dat wij onze eigen boswachter hebben. En het is ook zo dat als we heel stil zijn, dat we ook eekhoorns, konijnen, reeën en een heel gamma aan vogels kunnen zien. We zijn hier op onze Stilanol-site. Stilanol is een nieuwe installatie die zal bijdragen aan onze ambitie om klimaatneutraal staal te produceren in 2050. Achter ons zie je de vier bioreactoren, het hart van onze Stilanol-installatie. Christophe, kan je even wat meer vertellen over wat er hier precies allemaal gebeurt? Zeker. We staan hier eigenlijk aan onze vier bioreactoren. En die bioreactoren zijn eigenlijk grote brouwvaten waarin wij ons gas, hoogovengas, omzetten in duurzame bio-ethanol. En dat doen we met micro-organismen. Die micro-organismen groeien als het ware in een groeimedium waarin wij onder hoge druk gas injecteren. En die micro-organismen gaan dus dat gas omzetten in die duurzame ethanol. En die duurzame ethanol gaan we gebruiken als brandstof in de transportindustrie, maar kan ook perfect dienen als een grondstof in de chemie. Voilà, de rondleiding zit er bij deze op. Ons bedrijf telt zo'n 5000 werknemers en wij zijn nog op zoek naar een honderdtal extra profielen. Dit gaat van ingenieursprofiel tot onderhoudsprofiel. Ga bij ons aan de slag en kom terecht in een hoogtechnologische en boeiende werkomgeving waar een duurzame loopbaan centraal staat. Begint het al wat te kribbelen? Neem zeker een kijkje op onze website en solliciteer nu. Dit is VOCA Open Bedrijvendag. En dat is, dat weten we, een uitgelezen kans voor bedrijven om zich te laten zien en om jou een blik achter de schermen te gunnen.
Maar wat je misschien niet weet, is dat het eigenlijk stiekem ook de grootste jobbeurs is van het jaar. Want VOCA Open Bedrijvendag is eigenlijk een unieke kans om misschien wel een toekomstige job te ontdekken. Misschien al eens uit te proberen, je toekomstige collega's te checken die aan het werk zijn, de sfeer opsnuiven en dat allemaal zonder enige verplichting. En bovendien is er ook geen enkel ander evenement dat de mogelijkheid biedt aan potentiële medewerkers om zoveel bedrijven op een anonieme en toch vrijblijvende manier te ontdekken. En naast een jobbeurs is VOCA Open Bedrijvendag ook een teambuilding, de grootste van het jaar. Want medewerkers zijn fier op hun bedrijf en ze staan zelf eens een hele dag in de spotlights. Zo voel je meteen ook het effect op de teamspirit in bedrijven. Bij het volgende bedrijf dat we achter de schermen gaan leren kennen, staat het product in de kijker. Al meer dan 60 jaar worden bij Natuursoep ambachtelijke soepen geproduceerd, volgens een authentiek recept. Door een combinatie van traditie en technologie is het merk La Soupe intussen uitgegroeid tot de nummer 1 diepvriessoep van België. Welkom bij Natuursoep. Wij zijn een familiebedrijf dat al 3 generaties, dus sinds 1959, soepen maakt. Wij zijn gevestigd in Arendonk, in de Antwerpse Kempen. En ik stel voor dat u eens binnen mee een kijkje komt nemen hoe dat wij onze soepen maken. Hier zijn we dus in de opslag droge grondstoffen. Wij gebruiken enkel natuurlijke ingrediënten. Dat wil zeggen dat wij geen kunstmatige smaakversterkers, geen bewaarmiddelen en geen kleurstoffen gebruiken. Dus enkel de natuurlijke ingrediënten, ertjes, boontjes, zout, tomatenpuree, alles wat de mensen thuis gebruiken, maar dan in het groot. Hierachter bevindt zich de opslag van de diepvriesgrondstoffen. Voornamelijk groentes, maar ook vlees om de soepballetjes te maken die we ook zelf maken. Ik stel voor dat we eens in de productie gaan kijken nu. In dit lokaal gebeurt de mise en place. Alle ingrediënten worden hier afgewogen en klaargezet voor een hele dag productie. We zijn hier in het hart van ons bedrijf, de productie, waar we nog op ambachtelijke wijze, zoals mijn grootvader destijds, de soepen maken, in ketels van 500 liter of in ketels van 300 liter. We verpakken onze soepen in deze polystyreenbakjes die we zelf uitvormen op onze multivacmachine. Elk bakje wordt ook op gewicht gecontroleerd en nagegaan of er al dan niet metaal in zit door deze metaaldetector. Hier zijn we in onze verpakkingsafdeling. Hier wordt elk bakje voorzien van een sleeve met de wettelijke reglementering erop. Elk bakje wordt nog eens per 8 stuks verpakt in een omverpakking. En onze soepen worden in die omverpakking ingevrozen op min 30. Dit is onze opslagvriezer van de afgewerkte soepen. Heeft een capaciteit van een 130 euro paletten. Komt ongeveer overeen met een 300.000 bakjes. Zo hebben jullie toch een idee hoe de soepen van La Soupe bij Natuursoep gemaakt worden. Dus ik hoop dat jullie binnenkort eens van onze soepjes proeven. Een van de belangrijkste redenen voor een bedrijf om deel te nemen aan VOCA Open Bedrijvendag is misschien wel de naamsbekendheid. En ook het imago, want welk bedrijf schuilt er achter een naam? Soms weet je gewoon ook niet welke schat aan bedrijven er misschien bij jou om de hoek ligt. Ga dat zeker checken vandaag op openbedrijvendag.be in de lange lijst van bedrijven die deelnemen.
Atlas Copco is het volgende bedrijf dat we exclusief achter de schermen mogen ontdekken. Atlas Copco is een logo dat je overal ziet. Maar wat bieden ze nu precies aan? Innovatieve producten, oplossingen, maar ook diensten die door zowat elk type industrie gevraagd worden. Ze maken eigenlijk alles mogelijk, van veilige medische behandelingen tot de productie van hernieuwbare energie, waardoor het bedrijf in ons dagelijks leven binnenkomt op manieren die we misschien zelf niet wisten en die van de wereld, dat is toch de bedoeling, een betere plek maken. Dit is Atlas Copco. Welkom bij Atlas Copco. Ik neem jullie graag mee in ons bedrijf hier in Wilrijk bij Antwerpen. Onze site is hier gevestigd sinds de jaren 50. Het is een van de grootste sites van de Atlas Copco groep. 130.000 vierkante meter. Hier werken bijna 3000 mensen, waarvan meer dan 800 ingenieurs. Kom, ik neem jullie mee. Zo, ik neem jullie eerst mee naar Alex Bongaerts, onze holding manager. Hij kan jullie inbrengen in wie Atlas Copco is. En wat we doen. Atlas Copco is een Zweeds bedrijf met hoofdzetel in Stockholm. Maar we hebben werknemers in 71 landen en klanten in maar liefst 180 landen. Jullie kennen Atlas Copco misschien van die gele mobiele compressoren die je vaak bij wegenwerken ziet. Maar Atlas Copco maakt ook deel uit van ons dagelijks leven. Bijvoorbeeld deze petfles. Om die te maken heb je olievrije compressoren nodig. Onze vacuum tools die worden gebruikt om de chip van je gsm te maken. En je auto is wellicht met de assembly tools van Atlas Copco geassembleerd. Deze site is het wereldwijd hoofdkwartier van onze compressoren- en constructieafdelingen. Hier worden strategische beslissingen genomen en wereldwijd uitgerold. Het is de universiteit van de perslucht. We doen hier onderzoek en ontwikkeling, design en engineering. We produceren ook hier en we assembleren. We hebben ons eigen distributiecentrum en we zetten de krijtlijnen uit voor onze klantenservice. We hebben klanten in bijna elke industrie, omdat bijna elke industrie perslucht nodig heeft. Ook de medische. Compressoren maken perslucht. Perslucht is samengedrukte lucht. Die kan gebruikt worden voor instrumenten van bijvoorbeeld een tandarts om te boren. Maar dat wordt ook gebruikt voor beademingstoestellen bij patiënten. En dus die lucht die moet naar die beademingstoestellen geblazen worden en daarom hebben we perslucht nodig. Afhankelijk van de behandeling van de patiënt heeft een patiënt ook heel veel verschillende medische gassen nodig. Dus het begint bij de operatiekamer, waar dat er lucht nodig is, ademlucht, maar ook zuurstof. En in sommige gevallen ook lachgas om de anesthesie te ondersteunen. Na de operatie komt een patiënt terecht in de afdeling intensieve zorgen, waar ook ademlucht nodig is, zuurstof. Atlas Copco voorziet de totaaloplossing van aan de afnamepunten vlak bij de patiënt helemaal tot op een plek waar dat de meeste van ons nooit komen in een ziekenhuis. En dat is de technische ruimte. Waar de compressoren staan, de vacuumpompen, zuurstofgeneratoren en de gascilinders met alle toebehoren. De perslucht die voor onze patiënten wordt gebruikt, die moet uitermate zuiver zijn. En daarom worden onze compressoren en onze filters getest in onze gespecialiseerde laboratoria. In dit labo testen we de filters die we bij Atlas Copco ontwikkelen. Van basisconcept tot afgewerkt product. Deze filters dienen om de lucht te zuiveren van olie, water en stofdeeltjes. Zo kunnen wij aan onze klanten een optimale luchtkwaliteit garanderen. Daarnaast focussen we uiteraard ook op de energieefficiëntie. We zoeken hier elke dag naar oplossingen om het nog beter te doen. En het is dat innovatieve dat mij zo boeit bij Atlas Copco. Innovatie zit in ons DNA. We noemen ons de Home of Industrial Ideas. In ons huis kan je out of the box denken en kunnen ideeën groeien. Binnen de Atlas Copco Groep wereldwijd wordt jaarlijks een Innovation Award uitgereikt aan die collega's die geëxcelleerd hebben op vlak van innovatie. We zijn erg fier dat dit jaar vier collega's van deze site de award in ontvangst hebben mogen nemen.
Atlas Copco is a company that is founded on a very positive atmosphere. So being an innovator at Atlas Copco, you will certainly see the ideal working environment for you. Bij Atlas Copco innoveren we in de eerste plaats voor onze klant, om de beste oplossing te bieden. Energie-efficiënte producten. Maar we kijken ook naar duurzaamheid. Lars is onze Sustainability Manager van onze Portable Air divisie. Laat ons eens gaan kijken hoe dat ze dat daar doen. Portable Air heeft als missie om de overgang naar een duurzame toekomst te versnellen. We focussen op het terugbrengen van emissies door het inzetten van nieuwe technologieën, gebruik te maken van duurzame energie en een verbeterde manier van werken en toepassingen te creëren. We hebben de ambitie om CO2-neutraal te worden in onze activiteiten, koolstofvrije oplossingen aan te bieden aan onze klant en de CO2 in het gebruik van onze producten te verminderen. Elke stap naar een duurzame toekomst telt. In deze assemblagehal werd bijvoorbeeld overal LED-verlichting geplaatst. En op ons dak liggen meer dan 3000 zonnepanelen. Ook zijn we een traject gestart om de motoren van onze mobiele compressoren aan te passen, zodat die op HVO kunnen werken. HVO is een CO2-neutrale biodiesel vervaardigd van plantaardige oliën en afvalproducten van de vis- en vleesindustrie. Het is dus een gerecycleerd product. We hebben ons aanbod uitgebreid met elektrisch aangedreven mobiele compressoren, zoals onze e-air hier naast mij. De e-air heeft een lage verbruikskost, wat goed is voor de bottomline van onze klant, heeft een significante lagere CO2-impact en heeft als bijkomend voordeel dat hij nauwelijks geluid maakt. Door middel van HVO-biodiesel en onze e-air-serie kunnen onze klanten kiezen voor een andere, milieuvriendelijkere aanpak, zonder in te leveren op efficiëntie en performantie. Als we producten ontwerpen, is het belangrijk om al in de ontwerpfase na te denken over duurzaamheid. Hoe kunnen we ons ontwerp zo duurzaam mogelijk maken? We gebruiken grondstoffen in onze producten die gerecycleerd of hergebruikt kunnen worden en zo zorgen we ervoor dat onze producten een tweede leven kunnen krijgen. Ook dat is innovatie. We innoveren om energie-efficiënte producten te maken. We verbeteren onze eigen manier van werken. Maar we kijken ook hoe we het gebruik van onze producten bij de klanten kunnen optimaliseren. En dat doen we hier, bij de servicedivisie. Perslucht is voor onze klanten cruciaal in hun productieproces. Het is onze taak om ervoor te zorgen dat die perslucht gegarandeerd wordt aan de hoogste kwaliteit en met het laagste energieverbruik. Onze servicetechniekers zorgen niet alleen voor het perfecte onderhoud van de compressoren, ze zijn tevens in staat om inefficiënt energieverbruik op te sporen en via centrale controllers de werking te optimaliseren. Wereldwijd hebben we meer dan 200.000 compressoren die continu data doorsturen. Via het SmartLink-systeem verwerken we alle machinedata en bekomen onze klanten een inzicht in de efficiëntie van hun installatie. Op die manier kunnen de processen op afstand bewaakt worden, zelfs vanaf een tablet of smartphone. Artificiële intelligentie laat ons toe om deze grote hoeveelheid data te analyseren en aanbevelingen te maken naar onze klanten om de betrouwbaarheid en de efficiëntie van hun compressorruimte te garanderen. Serviceinterventies zijn dan ook proactief en worden afgestemd op de specifieke noden van onze klant. Ook onze logistieke processen wordt deze data gebruikt om opslag en transport van reserveonderdelen op elkaar af te stemmen, zodat luchtvracht zoveel mogelijk vermeden wordt. Ook dat draagt bij tot een duurzame manier van werken. De machinedata geven ons ook meer inzichten over het gebruik van onze machines. Dit laat ons toe om waar mogelijk het ontwerp te verbeteren, zodat onze producten een nog langere levensduur kunnen garanderen. Wij zijn pas tevreden als onze klanten tevreden zijn. Innovatie voor slimme producten, slimme service. Maar we innoveren ook de manier waarop we onze producten maken. Bij onze AirTech-divisie doen ze dat in een slimme fabriek. The key to making our factories more productive is to make them smarter. Our investments into the factory of the future make our processes more autonomous, more automated and more intelligent. Robotics, cobots, artificial intelligence and additive manufacturing play an increasingly important role. These technologies have immense potential to make our products and solutions available faster and with more flexibility than ever before. The future is connected, wireless and mobile. Our 5G-ready communication network offers the potential to connect the whole shop floor.
installed and future machines, including moving devices such as our automatic guided vehicles, can be configured and controlled remotely and in real time. The 5G network offers unprecedented visibility and flexibility within a fully secure environment. But technological innovation goes hand in hand with human capital. Skilled people are the backbone of our autonomous production environment, a perfect ecosystem for engineers, data analysts, and software developers. Together with our experienced production co-workers, they are shaping the working environment of the future. Je ziet, Atlas Copco probeert het slim aan te pakken. Daarvoor hebben we knappe koppen nodig. We zijn op zoek naar meer dan 200 nieuwe medewerkers. Ingenieurs, technische profielen, tot software en IT, maar ook magaziniers en monteurs. En voor sommige functies heb je geen vooropleiding nodig. Die opleiding krijg je bij Atlas Copco. Ga gerust eens kijken naar onze openstaande vacatures op onze website. En misschien word jij wel mijn nieuwe collega. Waar krijg jij het warm van? Misschien wel van een Sea King of van een Falcon 20. Of misschien heb je interesse in een afstudeerrichting lijnpiloot of unmanned aircraft systems, zeg maar drones. Dan is het volgende bezoek echt iets voor jou. Het Vlaams Luchtvaartopleidingscentrum in Oostende, kortweg VLOC. Samen met studenten uit het middelbaar en het hoger onderwijs test en onderzoekt het VLOC de nieuwste technologieën binnen de luchtvaart, maar ook andere sectoren zoals onderwijs, drones, logistiek en slimme mobiliteit. We trekken naar zee. Van harte welkom in het VLOC. Ik ben Isabel van Slembroek en ik ben voorzitter van het bestuursorgaan van het VLOC, het Vlaams Luchtvaartopleidingscentrum. Hier bij ons kan je terecht voor allerhande opleidingen die met die luchtvaart te maken hebben. Als directeur van Peters en Paulus West, een secundaire school in Oostende, ben ik blij hier te mogen staan om jullie te kunnen vertellen dat we binnen het VLOC ook een opleiding hebben vanuit het VT van Oostende. Dat wil zeggen dat leerlingen vanaf de derde graad bij ons vliegtuigtechnieken kunnen volgen, hier de praktijklessen krijgen, maar ook de theorie over de vliegtuigen, waarna ze kunnen kiezen om verder te studeren, dat is de doorstroomfinaliteit, of om te gaan werken, de arbeidsmarktgerichte finaliteit. Ik ben Mathieu de Meijer en ik ben docent en projectmedewerker bij Vives Luchtvaart. De Vives Luchtvaartafdeling zit eigenlijk volledig binnen het VLOC, het gebouw waar we hier vandaag aanwezig zijn. Dit gebouw ligt op de luchthaven van Oostende, wat eigenlijk voordeel heeft voor onze studenten. Dat ze vanaf het eerste jaar direct in aanraking komen met luchtvaart. En als je hier achter mij kijkt, er is hier voldoende materiaal aanwezig om hen eigenlijk op te leiden. In de 3 jaar van de bacheloropleiding hebben wij 150 à 180 studenten. En zij worden opgeleid in 3 verschillende richtingen. Luchtvaarttechnieker, piloot, aspirant-lijnpiloot. Of ook de nieuwe richting, eigenlijk het postgraduaat onbemande luchtvaart, waarin we de wereld van de drones gaan verkennen. Daar waar we met het VLOC tot op vandaag hoofdzakelijk bezig waren met luchtvaart en maintenance, willen we naar de toekomst onze blik verder gaan verruimen. We zitten als maatschappij met heel wat uitdagingen waar we voor staan. Ik denk daarbij aan energie en klimaat als belangrijkste. En daaraan gelinkt zijn er ook heel wat transities die momenteel aan de gang zijn. Denk aan de digitalisatie, denk aan de energietransitie, alles wat met mobiliteit te maken heeft. En daar willen we ook gaan op inspelen. Samen met de volledige luchtvaartcommunity hier op de luchthaven en ruim daarbuiten willen we kijken hoe we als VLOC een hub kunnen zijn om kennis te gaan delen in die nieuwe technologieën, in die nieuwe transities en hoe we door middel van opleiding, door middel van workshops en kennismomenten
kunnen inspelen, kunnen nieuwe mensen opleiden die dan terug klaar zijn om de luchtvaart naar het volgende niveau te gaan optellen. Dus we zijn een weg ingeslagen die ruim en breed is en waar we nog heel wat mogelijkheden hebben om zaken in te verkennen, nieuwe technologieën in te gaan meehelpen ontwikkelen. En er is nog een mooie toekomst hier voor het vlak weggelegd. Dit is nog altijd VOCA Open Bedrijvendag. De ideale manier om je bedrijf, je dienst of je onderneming in de kijker te zetten. En als je nu een bedrijf hebt dat in de zorgsector zit, of u bent een stadsdienst of het onderwijs, dan kan je speciale kortingen krijgen. Neem dus zeker contact op om in 2022, want het blijft hier niet bij natuurlijk, je bedrijf in de spotlight te zetten. En je kan deelnemen fysiek, virtueel of zelfs beide met een modewoord. Een hybride manier. Meer informatie vind je op openbedrijvendag.be. Maar laten we nu samen nog maar eens een ander bedrijf gaan ontdekken achter de schermen. Carin Hair Cosmetics. Een op- en top Belgisch familiebedrijf dat zich dagelijks inzet om de kapper te voorzien van hoogkwalitatieve producten. Gemaakt hier bij ons op eigen bodem. De productie, het labo en het magazijn situeren zich al meer dan 50 jaar in Middelkerken. Van Oostende naar Middelkerken dus, het is maar een kleine stap. Welkom bij Carin Hair Cosmetics. Ik ben Wouter Laleman, CEO van ons bedrijf gelegen aan de Belgische kust, waar wij reeds meer dan 50 jaar haarcosmetica produceren voor de professionele kappersmarkt. Kom maar mee. Ik ben Manfred Lambré, CEO van Carin Hair Cosmetics. We bevinden ons in de productiehal. We maken vandaag 10.000 liter, waaronder ook onze haarverf, shampoo en gel. We werken met een 20-tal mensen in de productie en ook met een 20-tal administratieve bedienden boven in de bereling. Welkom in het labo van Carin Hair Cosmetics. Wij ontwikkelen alles in huis zelf. Alle formules worden hier gemaakt. Het gaat vooral om producten voor de haarkappers, namelijk haargel, blondeerpoeder, oxydant, haarverf. Dit zijn onze voornaamste producten die wij hier maken. Daarvoor worden verschillende parameters in het labo gecontroleerd. Dit is hier onze academy. Hier ontvangen wij groepen kappers die komen opleiding volgen. Ook heel wat studenten haarzorg komen bij ons over de vloer. In de voormiddag geven wij een theoretische uitzetting van al onze producten en in de namiddag werken zij op elkaar. Als er geen opleidingen zijn, zijn we druk in de weer met het testen van nieuwe producten op onze testmodellen. Kom gerust eventjes een kijkje nemen. Elk jaar zijn er bij VOCA Open Bedrijvendag zogenaamde hotspots. Dat zijn steden, gemeenten of bedrijvencentra waar veel bedrijven dicht bij elkaar de deuren openzetten. En dit jaar zijn voor VOCA Open Bedrijvendag de hotspots Roeselare en Poperingen. En ben je benieuwd welke bedrijven daar deelnemen?
Neem dan snel nog een kijkje op openbedrijvendag.be en reserveer nog een ticket om daar vandaag fysiek een bezoek te brengen. Want ja, dat kan nog altijd. En ik heb ook nog een primeur voor jou. Want voor volgend jaar zijn er al twee hotspots bekend. Waregem en Pelt, veel verder kan je in Vlaanderen niet uit elkaar liggen. Volgend jaar, neem je agenda erbij, is VOCA Open Bedrijvendag er op zondag 2 oktober. 2 oktober 2022, alleen maar twee, dat kan je bijna niet vergeten. Of het zou de 10 van oktober moeten zijn. Ben je benieuwd hoe het eraan toe gaat achter de schermen bij een radiostation? Ik niet, ik weet dat. Maar als jij benieuwd bent, dan kan je nu mee naar Radio Maria in Leuven. Je kan de studio's bewonderen die voorzien zijn van moderne digitale apparatuur. Mocht je het niet weten, Radio Maria is een katholieke radiozender en die behoort tot een wereldwijd netwerk. Dat heet The World Family of Radio Maria. Actief in maar liefst 80 landen. Beste luisteraars, van harte welkom bij Radio Maria. Wij zijn ondertussen al 10 jaar aan het uitzenden hier in Leuven, in Egeloven, dichtbij Leuven. En ondertussen is ons team uitgegroeid tot 10 vaste medewerkers, maar we hebben natuurlijk ook de hulp van meer dan 100 vrijwilligers. Kom maar binnen in onze studio's. Jullie vragen zich misschien af, wat is eigenlijk Radio Maria? Wat is de missie? Wel, ik stel voor dat we dat vragen aan onze programmadirecteur, priester Carlo. Wel, de missie van Radio Maria is drievoudig. In de eerste plaats wensen wij vaak met de mensen te bidden. Wij wensen een gemeenschappelijk onderricht te geven. Hoe omgaan met de gemeenschap en met de sociëteit van vandaag. En dan proberen we ook natuurlijk een gelovig onderricht mee te geven. En dit alles gevarieerd met zeer rustgevende, vredevolle muziek. Wij verkondigen dus een gelovige boodschap en dat is de blijde boodschap. Of zoals sommigen het kennen, de boodschap van Jezus Christus. En die boodschap is er een van vrede, vreugde en liefde. En dat proberen wij via de digitale kanalen over te brengen bij de mensen thuis of in de wagen. En dat dankzij de radio. Jullie zijn dus van harte welkom om Radio Maria hier te ontdekken. En ik stel voor dat we verder gaan met onze rondleiding. Want Radio Maria is eigenlijk ook een voorbeeld voor een herbestemming van een kerk. Want dit was hier en is nog steeds de parochiekerk van Egenoven, dichtbij Leuven. En 10 jaar geleden zijn onze studio's hier gebouwd. Aan deze kant hebben de verschillende bureaus van de medewerkers dus natuurlijk werken om mooie programma's te brengen op Radio Maria. Dat zijn er ondertussen meer dan 45. En aan de andere kant hebben we 3 studio's om uit te zenden. Deze is onze live studio, de belangrijkste studio van Radio Maria, waar we dagelijks meer dan 12 uur live uitzenden. En natuurlijk zijn we 7 dagen op 7 te beluisteren. Radio Maria is niet enkel aanwezig hier in ons land, maar wereldwijd. Frank vertelt ons daar meer over. Ja, inderdaad. Radio Maria Vlaanderen is op zich wel onafhankelijk, maar behoort tot een wereldwijd netwerk, de World Family of Radio Maria. Zoals je kan zien hier op de kaart, hebben we in de verschillende continenten aangeduid waar is Radio Maria actief. Ondertussen is dat in meer dan 80 landen. Verspreid over meer dan 2000 zendmasten kunnen we zo meer dan 500 miljard mensen bereiken via radiogolven. En uiteraard ook via het internet kan men nog veel meer mensen bereiken. Hoe is Radio Maria eigenlijk ontstaan? Wel, in 1983 was dat een eenvoudig parochieradiootje ergens in Italië. Dat heeft men dan uitgebreid. Het heeft een 7-tal jaar geduurd hier dat dat in gans Italië te beluisteren viel. En dan is men dus naar andere landen gegaan en de World Family opgericht. In al die landen werkt men ongeveer wel op dezelfde manier. En vandaar ook dat wij ons echt één grote familie voelen. En wat ook belangrijk is om te weten, wij zijn onafhankelijk. Wij worden niet gesubsidieerd. Wij maken geen reclame. Onze inkomsten zijn enkel giften van luisteraars. En zo hebben we de studio's van Radio Maria kunnen bezoeken. Het is misschien goed om te weten dat Radio Maria op 4 verschillende manieren te beluisteren is. Via internet, via de televisie, via de gratis applicatie van de Wereldfamilie en natuurlijk ook via DAB+.
In 2015 is Radio Maria een van de eerste radio's die mee is gestapt in het project van DAB+. Naast radio maken brengt Radio Maria ook maandelijks een tijdschrift uit, de Porta Fidei. Dit jaar is het ook een bijzonder jaar. Ons 10e verjaardag vieren we op 12 december en dus is het voor Radio Maria een echt jubeljaar. Zo, van harte dank voor jullie bezoek aan de studio's van Radio Maria. Iedereen is altijd welkom om een bezoekje te brengen hier in de studio's van Radio Maria in de kerk van Egeloven. Dit is nog altijd VOCA Open Bedrijvendag. Dit is nog altijd VOCA Open Bedrijvendag. En VOCA Open Bedrijvendag heeft ook een logo. Het rode gedeelte in dat logo is een sleutel. De sleutel om bij bedrijven binnen te gaan en een kijkje te nemen achter de schermen en misschien ook wel de sleutel tot succes. Voor de laatste blik achter de schermen trekken we naar een bijzonder atelier. Vrouwen tijdens levensveranderende trajecten, zoals chemotherapie, jammer genoeg, of haarziekte, die krijgen warm en ook oprecht advies over pruiken, over borstprotheses, over lingerie, medische pigmentatie en ga zo maar verder. En dat advies dat krijgen ze bij Carré Care. Ik ben Els van Zegme. Ik heb 34 jaar geleden een kapsalon opgericht. Zo ben ik in de wereld van de pruiken terechtgekomen. En dan is Carré Care ontstaan. Hier bij Carré Care doen we pruiken, medische pigmentaties, borstprotheses, aangepaste lingerie. Alles onder één dak om u discreet verder te helpen. Kom maar binnen. We doen hier pruiken zowel voor mensen die een chemokuur moeten volgen als mensen die een haarprobleem of haarziekte hebben. We hebben volledige pruiken, pruiken in synthetisch haar zoals u hier ziet, die ook heel natuurlijk ogen. We hebben ook pruiken in echt haar, dus ieder naar wens en naar nood wat mensen nodig hebben. Heeft u bijvoorbeeld dunner wordend haar, dan kunnen we ook werken met haarstukjes die we op allerlei manieren kunnen inzetten. Kortom, we bespreken eerst met de klant wat we nodig hebben en dan kijken we wat voor u het beste zal zijn. Bij Carré Care hebben we ook ons eigen atelier. Zo hebben we onze eigen collectie mutsjes die dat we kunnen aanpassen naar ieder wens. En ook onze pruiken kunnen we herstellen of aanpassen. Zo komt ook iedere week een bandagiste bij Carré Care. Wij meten samen een borstprothese of een armkous voor u aan. En zo helpen wij u ook om aangepaste lingerie te vinden om u weer op- en topvrouw te voelen. Omdat wij ook ondervonden dat het voor velen een zoektocht is om de juiste nachtkleding of homeware te hebben na een borstoperatie, hebben wij een aangepaste eigen lijn gemaakt, onze Carré Wear lijn. Hopelijk heb je zo een kijk op wat we hier bij Carré Care allemaal doen. Maar wat het belangrijkste is voor mij, om je met je vertrouwde zelf naar buiten te laten gaan. En zo hebben we alle bedrijven die we vandaag virtueel wilden bezoeken ook bezocht. Maar dat is maar een onderdeeltje van VOCA Open Bedrijvendag, want er is nog veel meer. Er zijn de bedrijven die je virtueel kan bezoeken een heel jaar lang, 365 dagen, op Facebook, Instagram en LinkedIn. Maar waar nog? Inge Klaarhout, directeur van VOCA Open Bedrijvendag. Ja, dat kan zeker vanaf vandaag al op openbedrijvendag.be. Mm-hmm. Maar noteer alvast het volgende fysieke evenement op zondag 2 oktober 2022. Dat is voor volgend jaar, maar alles wat met VOCA Open Bedrijvendag 2021 te maken heeft, de bedrijven die we virtueel hebben bezocht, maar ook al de rest, vindt u dus online terug nog een heel jaar lang. Voor nu, bedankt voor het kijken.
Te veel voor 10 seconden? Schrijf je nu in voor de VOCA Open Bedrijvendag van 3 oktober en ontdek honderden bedrijven die hun deuren voor je openen. In samenwerking met het agentschap Innoveren en Ondernemen, Trends, De Zondag, Radio 2 en 1.